Staperman. NPO Radio 2. Je kunt nog 1 uur stemmen. Op nporadio2.nl. Ja hoor. Dit is de NPO Radio 2 Top 2000 stemfinale dag. Er is maar één. More Than a Woman staat ook in mijn lijstje. Je hebt nog een paar minuten de tijd om je lijstje in te sturen via radio2.nl. De NPO Radio 2 Top 2000 maken we samen. Stemmen op jouw favoriete platen ooit kan nog tot 3 uur vanmiddag. Mijn lieve dames en heren, het is bijna zover. Dit is NPO Radio 2 met de Top 2000 stemfinale dag. Ja, heb je nog niet gestemd? Ga dan heel snel naar nporadio2.nl. Snel nog even je lijstje invullen, want je hebt nog maar echt een paar minuten. Wout en Frank die reden deze hele week door Nederland om stemlijstjes op te halen. Gisteren nam Emily het over van een zieke Wout. Die heeft de mannenziekte. En Emily en Frank die staan nu op een hele bijzondere plek in Nederland. Een iconische plek, mag ik wel zeggen. Hey. Frank en Emily, goedemiddag. Zeker iconisch. Ja, waar staan jullie? Nou, we staan dus op de parkeerplaats voor de Ziggo Dome, die helemaal natuurlijk met ledlicht is verlicht. Ja. En daar komt straks de aftelklok voor het sluiten van de stembussen van de Top 2000. Er staat nu nog op de stembussen van de NPO Radio 2 Top 2000 sluiten vandaag om 3 uur. Nou ja, dat is het, het zo'n beetje over natuurlijk. Een minuut, hè, denk ik. Ja, ja. En dat het op die Ziggo Dome staat is eigenlijk ook best wel bijzonder. Want het is natuurlijk een iconische plek waar heel veel artiesten, waar heel veel grote bands hebben opgetreden. Mm-hmm. En dat juist op dat pand de grote aftelklok van de Top 2000 stembussen komt te staan, dat is natuurlijk toch wel een beetje bijzonder. Ja, even voor alle mensen die op dit moment nog niet gestemd hebben, je hebt nog zo'n 40 seconden de tijd om je lijstje in te sturen. Dat is nporadio2.nl. Als je in die 40 seconden nog 35 nummers weet, nou, dan ben je echt een held, maar ik denk niet dat dat meer gaat lukken. Maar jullie hebben een mooie week gehad, toch? Het was een fantastische week. In de tussentijd draaien wij ook richting de Ziggo Dome, want daar wordt de tijd namelijk bijgehouden. En kan echt elk moment die klok verschijnen. Lieve mensen, als je nu nog bezig bent met je stemlijstje, druk op die knop. Druk snel op die verzendknop. Want het zijn echt nog een aantal seconden dat je kan stemmen. Voeg die laatste platen toe. Een week lang heeft... 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0! Het is gebeurd. De NPO Radio 2 Top 2000 stembus is gesloten. Bedankt voor stemmen. Emily en Frank, dank jullie wel. Dank jullie wel. Bedankt. Wat een prachtige plek waar jullie stonden. Ik ben een beetje jaloers. Kom je nog deze kant op? Komen jullie nog naar Hilversum toe? Ja, we gaan met gierende banden nu naar Hilversum. Zeker, okay. We stappen weer een stembusje in en we komen jouw kant op, Gijs. Dus zet wat lekkers klaar voor ons. Ja, dat, en rij voorzichtig, hè? Dank jullie wel, Emily en Frank. Degene die nooit gesloten is en altijd open is Martijn Nijhuis. Goedemiddag Martijn. Mooi bruggetje. Dag Gijs. Ja, de stemsite is dus uit de lucht. Er kan niet meer worden gestemd voor de NPO Radio 2 Top 2000. Tussen 5:30 en 6:30 maakt Ruud Wild de top 10 bekend. Ook hier vanuit het Top 2000 Café in Hilversum. Top 2000 begint natuurlijk weer op eerste kerstdag. En het laatste nummer klinkt vlak voor het nieuwe jaar. Maar welk nummer dat is, dat weten we pas veel later. Wat denk jij? Ik denk in ieder geval niet Rollercoaster. Ik denk dat hij wel een scherpe daling maakt. En dat is de Rollercoaster zelf. Okay. Ja, ik weet het niet. Nee. Vorig jaar ook niet, dus we gaan het zien. Ja, heel spannend.